Julia. Ja, ik heb je gezien. Kom op. Hey. De vlek. Nee. Is je dat armpje kwijt? Geen probleem voor opa. Kijk eens. Die andere was een stuk enger. Waar heeft u de laatste tijd toch over? De vermiste kinderen. Dat was gisteren op het nieuws. Jeroens neef is nu ook al verdwenen. Dat is al de vijfde. Jezus. Dat moet wel het werk zijn van de Witte Weduwe. Slagerbed zweert dat hij daar heeft gezien. De Witte Weduwe? Dat is de plaatselijke dorpslegende. Mensen hier geloven nog steeds in geesten. Ze geloven hier zeker ook nog in de kerstman. Maar wij weten wel beter. Jullie geloven niet in de Witte Weduwe? Wij hebben de dader gezien en het was geen geest. Een paar dagen geleden toen we terugliepen naar huis van school, zagen we een creepyman op het industrieterrein. Ja hoor. Hij moet het gedaan hebben. Ik geloof er niks van, wij willen bewijs zien. Of durven jullie soms niet? Waarom moeten wij ons verhaal bewijzen, maar jullie hoeven jullie spookverhaal niet te bewijzen? Oké, is goed. Maar als jullie zo stoer zijn, moeten jullie ook mee. Oeh, spookdorp. Dit is perfect voor mijn nieuwe vlogserie. Verhalen van het spookdorp. Oké, dan is dat geregeld. Misschien moeten we... Nee. Zien jullie na de les op het schoolplein. En neem wat vrienden mee. Ik heb er zin in. Het is niet zo'n goed idee. Laten we teruggaan. Niet zo snel. Jij wilde toch bewijs? Ik weet niet of dit zo'n goed idee is. Inbreken is illegaal en ik ben veel te jong om de gevangenis in te gaan. Oeh, dit is echt goede content. Hey kijkers, we zijn hier voor een nieuwe aflevering van Verhalen van het Spookdorp. Het gerucht gaat er dat er op dit terrein een geest van Wout die kinderen uit het dorp kidnapt. Wij gaan op onderzoek uit om uit te vinden of die geruchten kloppen. Stop met filmen, Milou. Dit is geen content. Dit is serieus. Nou, als wij hier doodgaan, dan blijft mijn vlog in ieder geval nog over als bewijs. Dat vind ik grappig. Daar is een deur. Laten we gaan kijken. Waar wachten we nog op? We gaan op spookjacht. Komen jullie ook? Leuke deur, hopelijk met een goed slot. Oh shit. Thank you.
zijn nu bij de creepy deur bij de verlaten fabriek. Wat voor horror zal ze binnen allemaal te wachten staan? Ik hoor hier zelf een stik, straks val je weg hoor. Waarom moet het op dit soort plekken al dit zo donker zijn? Jongens, we zijn hier zo dichtbij. Als we allemaal bij elkaar blijven, komt het goed. Okay, ready? Go. We zijn nu binnen. We komen steeds verder het gebouw in. Wat gaat er gebeuren? Klinkt echt niet goed. Jongens, waar is Keanu? Hij was er net nog. Keanu, probeer hem te bellen. Shit, geen bereik. Ik heb ook geen bereik. Ik ook niet. Ik kan het niet meer tegen, ik vind het echt veel te eng. Ik ga. Wie gaat er mee? Ik. We kunnen toch niet gaan? We moeten Keanu vinden. Ik ga mee terug. Ik blijf om Keanu te vinden. Wacht, wij bellen bij onze ouders en de politie als we buiten zijn. Wees alsjeblieft heel voorzichtig. Dankjewel. Komt goed, ik vind nog steeds alles. Bedankt jullie dat het geluid veroorzaakt. Ik weet het niet, misschien een machine. Ik ga even kijken. Wat is er aan de hand? We moeten hier weg. Wat was dat? Oh mijn god, misschien heeft hij ons gezien. Als hij ons gezien had, dan was hij wel naar ons toegekomen. Waar is Marit? Ik ga nu tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is wat gezien. Ik kom! Hey, Juliaatje, waar ben je? Ik kan je niet vinden. Hallo. Hallo, Julia. Waar ben je nou? Oh, Julia. Ik ga je toch niet kwijtraken? Hey, Julia. Als ik jou nou maar kon vinden, dan... Ja, daar ben je! Jawel, jawel. Jij bent daar een roeiend bij. Oh, ik kom hier. Schaam uit. Ja, hoedje. Je vergeet je hoedje. Julia, je hoedje. Nou, hier heeft ze de hoedje weer terug. Een kleine spokje.
Nou, je mag best wel weten dat ik hartstikke veel van jou hou. Ik hou ook van jou, opa. Hier was het, geloof ik. Ik ga eerlijk zijn, ik wil hier geen seconde langer blijven. Wat, heb je het wel goed gedaan? Hoe kan je nou de verkeerd openmaken? Probeer jij dan maar. Nee, ik wil weg. Shit, laten we op zoek gaan naar een andere uitgang. Dat is de enige manier. Wacht eens even, waar is Quentin? Niet ook dat nog, is hij verdwaald? We kunnen wel naar hem zoeken terwijl we naar een andere uitgang gaan. Let's go. Jongens, check dit. Wow, wat is dat? Dat is zonde. Ben je gestoord? Leg dat nu terug. Stop je, snel! Nee. 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 Julia. Met Julia. Ja. Dat kan niet. Lodewijk, ik zit op de poli. Als je wat nodig hebt, oké? Okay? Nee. Sterkte, man. Dank je. Los! Los!
Alsjeblieft! Waar is mijn moeder? Laat me alsjeblieft gaan! Laat me gaan! Nee! Laat me los! Zo gebeurt. Wat ga je doen? Kijken. Zijn werkplaats. Is dat Keanu die ik hoor? We moeten iets doen. Nou, kan je niet iets doen met die knopen? Nou, ik weet het niet. Ik zat op scouting en ik denk dat het wel lukt. Ik hoor Keanu weer opschieten. Ja, en bijna. Ja, het lukt. Het lukt. Ja, ik heb die. Ja, ik ben los. Maar ik kan jullie helpen. Ik ga losmaken. Ja, lukt. Ja, lukt. Ja, jij bent los. Jij? Oké, okay, ja. En dan jij komt vast ook wel los. Ja, zijn los. Nee, alsjeblieft, doe het niet. Wil je mijn geld? Je mag alles van me hebben, maar niet mijn lichaamsdelen. Nee, alsjeblieft, doe het niet! Opgesplitst met de anderen. Ik kon ze niet meer terugvinden. Shh.
kom. Misschien zijn de anderen. Voor zich. Ze had de allerliefste glimlach die ik ooit gezien heb. Dat kun je je niet voorstellen. Ik zou alles geven om die glimlach nog één keer te zien. Ze was zo slim, zo grappig. Ze heeft me zo ongelooflijk doen lachen. Alsjeblieft, help me haar terug te krijgen. Daar kan niemand je bij helpen. Wat heb ik gedaan? Nee! Ik wilde alleen maar met Julia terug. Witte weduwe, wat een lariekoek. Wat praat jij nou? Van ons allemaal geloofde jij daar het meeste in, Quinten? Niet dus. Wel! Op een geslaagde operatie. 3, 2, 1. Hey! Hey jongens, ik heb nog een horrorverhaal.